Glaasje water is een eindje weg. Dit moet je ook niet nog een keer doen. Overigens, goed u weer te zien. We gaan de draad weer oppakken. Waar we nou, zo ongeveer 10 dagen geleden moesten laten vallen. Vanmiddag heb ik in een gesprek met de 3 fractievoorzitters... De agenda voor de komende dagen besproken en vastgesteld. We gaan nu echt ook voorrang geven aan het proces aan de onderhandelingstafel. En daar maakt iedereen uiteraard zijn agenda voor vrij. Mag ik het met mijn woorden zeggen? U kent mij gewoon terug naar de stukken. Morgenochtend starten we om 9:45... met de eerste gesprekken. En ook de secondanten zijn daar weer bij. En als we in specifieke onderwerpen duiken, kunnen de voorzitters zich af en toe laten vergezellen door een specialist op het betreffende terrein. U wilt natuurlijk, ik ken u inmiddels ook wat beter, weten hoeveel tijd wilt u weten hoeveel tijd we nog nodig hebben en denken te hebben. En ik houd het op dit moment nog even op. Neem me dat niet kwalijk. En als u mij dat kwalijk neemt, is daar overigens niks aan te doen. We gaan het zo snel mogelijk doen, maar als het zorgvuldig kan. En ik hou gewoon vast aan wat ik eerder heb gezegd tegen u. Niet het halen van een deadline, maar het sluiten van 2 goede akkoorden is het doel. En degene van u die bij mijn persconferentie alweer op vrijdag 27 augustus zijn geweest, zullen zich herinneren wat ik toen heb gezegd. We zijn een eind op streek, maar er zijn ook nog de nodige hobbels te nemen. En dat geldt nog steeds. Net als het uitgangspunt dat niets is beslist voordat over alles overeenstemming is bereikt. Het is klaar als het klaar is. En ik heb me pas kort kunnen verdiepen, overigens net zoals u, in het eindverslag van mijn voorganger, de heer Cenk Willink. En daarin zijn ook nog wat aandachtspunten geschetst voor het vervolg van het proces. En daar zal ik verderop in deze ronde zeker aandacht aan besteden. Al moet ik me ook nog beraden op de wijze waarop dit het beste kan. Het gaat nu eerst om onderhandelingen over het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Dat staat centraal. Staat u me dus toe dat ik op die punten op dit moment nog geen helemaal pasklaar antwoord kan geven. Vanmiddag aan tafel was de sfeer goed en bestond er ook, heb ik kunnen constateren, vastberadenheid om er samen uit te komen. We hebben wat huiswerk meegenomen om de avond mee door te komen. En morgenochtend gaan we, ik heb u dat gezegd, echt weer aan de slag. En als er iets te melden valt, ziet u mij weer. Maar voorlopig staat het proces aan de tafel centraal. Roel Vrezen. Meneer Opstelt, op die persconferentie of dat persmoment waar u net even aan refereerde, zei u ook nog, ja, we zijn er eind op streek, maar zei u ook, nou, ik denk nog dat we 1 week of 2 nodig hebben. Dat durft hij dus nu kennelijk niet meer. Is er iets veranderd? Nee, het is zo dat wellicht wat meer dan toen ik het toen zei. Gewoon voor mij aanleiding is van mijn verantwoordelijkheid om nog eens te benadrukken dat gewoon de onderhandelingen aan tafel nu echt centraal staan en niet in het beeldvorming ook een datum. Het gaat om de resultaten van het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Daar moeten we echt even goed rust bij de stukken betrachten en resultaten krijgen. En we komen naar buiten op het moment dat er een resultaat is. Nou, laat ik het dan anders vragen. Kunt u iets meer zeggen over die flinke hobbels die nog te nemen zijn? Nee, laten we ook zeggen van zoals we dat vroeger ook hebben gezegd in mijn eerste fase.
van deze opdracht, want die wordt voortgezet. Is het zo dat we daar ook even radiostil te betrachten? En u moet u laten verrassen straks door dat akkoord, als het er is. Nou, we laten ons al een beetje verrassen door de verhalen die we zo hier en daar horen. En die zeggen, ja, Wilders is nog lang niet zover dat hij mee wil gaan in bezuinigingen op sociale zekerheid en de zorg en de arbeidsmarkthervorming. Herkent u dat beeld een beetje in de krant? Nee, gunt u ons nou de tijd? Gunt u mij ook de tijd? Maar met elkaar om gewoon een oplossing aan te dragen. Er is het vertrouwen van de drie onderhandelaars. Dat is duidelijk. Dat heeft men ook, hebt u kunnen lezen in het eindconclusie van de heer Tjenk Willink. En er is vertrouwen, dat heeft men net ook gezegd. Ik heb het aan tafel vastgesteld. De sfeer is goed. En er is vertrouwen dat we eruit komen. Maar we hebben daar de tijd voor nodig. Ga naar RTL. De heer Klink heeft een brief geschreven en heeft zaken geciteerd die aan tafel zouden zijn besproken. Gaat u nu in de nieuwe fase van het proces tegen de onderhandelaars nog een keer zeggen van schrijf niks op, laat niks weten over wat er aan tafel wordt besproken? Dat is als zodanig niet nodig om dat te zeggen. Want dat is een gewoonte dat je als je aan tafel zit dat niet doet. Dus ik heb dat niet hoeven te zeggen. Nu zeg ik iets wat ik ook niet mag zeggen aan tafel. Aan tafel behoor je strikt vertrouwelijk, maar u spreekt mij aan, dus vandaar dat ik dit antwoord geef. Mingelen. Ik heb twee vragen, meneer Opstelten. De eerste is, de informateur, de vorige, de heer Tjenk Willink, heeft speciale aandacht gevraagd voor het probleem Europa, om het maar zo even te zeggen. Was u dat inderdaad tot nu toe vergeten? Dat is één. Dat is één. Nou, dat is de eerste vraag. Nee, dat was ik niet vergeten, maar ik was er ook nog niet aan toegekomen. Ik vind het trouwens wel heel plezier dat de heer Tjenk Willink dat ook in zijn advies heeft gememoreerd. Want dat vergt natuurlijk ook aandacht en dat zal het ook krijgen. Mijn tweede vraag is over de tijd gesproken die u nog nodig heeft. Zou het mogelijk zijn dat het eindresultaat nog net voor Prinsjesdag naar buiten komt? Met andere woorden, is het hoffelijk naar de majesteit om net met een concept regeerakkoord naar buiten te komen, terwijl zij vervolgens een achterhaalde troonrede moeten uitspreken? Laat ik zo zeggen, ik heb daar zelf wat eerder iets over gezegd. Ik kan niets uitsluiten, maar het lijkt me niet waarschijnlijk. Andere vragen op dit moment. Jaap Volkerts. Ja, meneer Opstelten, als u het in een percentage zou moeten aanduiden hoe groot de slagingskans nu is. 96, 97, 98? Nou ja, hoeveel procent? Ik hou wel van een gokje, maar niet als informateur. Dat is een vraag die u wel kunt zeggen, hoeveel procent slagingskans. Ik heb er vertrouwen in met de onderhandelaars dat dit kan en gaat lukken. Zijn we daarmee door de vragen op dit moment heen? Dat is het geval. Eén laatste vraag, Ron Vrees. De informateur Tjenk Willink heeft gewezen op de risico's die er zijn voor dit nieuwe kabinet, als het er komt. Bij die onderwerpen die je niet kan voorzien en die dus niet geregeld zijn in een regeerakkoord en gedoogakkoord, waarbij je wel met wisselende meerderheden moet werken en die er wellicht niet zijn te vinden. Ja. Hij heeft dat bij u neergelegd van kijk daar eens naar. Hoe gaat u dat doen? Ja, zeker. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is natuurlijk als zodanig, ook dat is goed dat de heer Tjenk Willink dat in zijn eindverslag heeft opgenomen. Dat hoort natuurlijk ook bij een minderheidskabinet. Met gedoogsteun op een aantal punten van de PVV. Maar op andere fronten niet. Hij heeft dat ook precies omschreven. En dat hoort natuurlijk ook altijd bij een opdracht van een informateur. Dus de wijze waarop ik daar inhoud aan zal geven, dat punt, dat kan ik niet zeggen. Eerst aandacht voor het akkoord, de beide akkoorden. En gewoon first things first. Ik heb dat ook altijd over de Eerste Kamer gezegd. En in dit verband ook. Ik zal er zeker te zijner tijd in mijn eindverslag op terugkomen. Maar ziet u het als een risico voor dat kabinet? Het is, kijk, bij een minderheidskabinet moet je altijd ook rekening houden dat met de meerderheden die je als minderheidskabinet moet creëren om tot je doelstellingen te komen.
Nog een laatste van Rijerswaan. Het proces heeft nu echt een tijd stilgelegen. Acht u de kans van slagen ook groter door deze tussenronde van de heer Cenk Willink? Nou, ik ga niet in beter, minder, nog beter. Straks komen we over meer dan 100% die vraag. Dat gaan we niet doen. Nou, u concludeerde 10 dagen geleden dat het niet was gelukt. Dus ja, zeker. Heeft dit geholpen? De tussenstap, mag ik hem zo zeggen, van de heer Cenk Willink heeft er toe geleid dat ik hier weer sta. En anders was dat wellicht anders gelopen. En daardoor heb ik die opdracht gekregen. Maar wat geeft u nu het vertrouwen dat het nu wel gaat lukken? Want u was ook degene die concludeerde dat het dat niet meer kon. Dat is het eindverslag van de heer Cenk Willink, waar ik naar wil verwijzen. En hetgeen ik vanmiddag aan tafel heb gehoord van de drie onderhandelaars. Dat was iets nieuws? Nee, dat is niet iets nieuws. Dat was iets wat ik herkende ook uit de eerste fase. En het eindverslag van de heer Cenk Willink heeft ertoe geleid dat dat verdiept is en dat er gewoon onverminderd vertrouwen bestaat, wederom, om tot deze constructie te komen van het minderheidskabinet en het gedoogd door de PVV. Dank voor uw komst. Ik wens u nog een goede avond. Ja. Oké.